Welkom in de les Beveiliging met behulp van de camera. Er zijn veel soorten beveiligingsmethodieken, maar wat een erg leuke beveiligingsmethodiek is met behulp van de camera. Ik heb hier een sheet, die heet deze sheet is niet beveiligd. Dat gaat over deze sheet, momenteel is die leeg. Deze sheet zou ik willen beveiligen. Denk jij erin dat hier allerlei gegevens en formules staan die ik zou willen beveiligen voor de gebruiker. Hij mag nog niet eens de formules zien, ik wil alleen maar dat hij kan kijken naar de resultaten van deze sheet. Nou, dat kan heel erg leuk met de camerafunctie. Hoe gaan we dat doen? We moeten eerst zorgen dat we de camerafunctie kunnen oproepen. Dat doe je hierboven. Dan zeg je, dat noemen we de werkbalk snelle toegang. Die willen we gaan aanpassen. En dat doe ik door op meer opdrachten te klikken. Vervolgens klik ik bij kies opdrachten uit voor alle opdrachten. En ik selecteer even een opdracht en ik klik op de C op het toetsenbord. En wat zie ik dan? Dan zie ik hier van onderen de functie camera staan. Door te dubbelklikken erop of door op toevoegen te klikken, komt hij hierbij te staan. Kijk, daar hebben we hem, de camera. En ik klik op OK. Dan zie ik hierboven zo'n klein fotocameraatje staan. Nou, hoe kan ik die functie gemakkelijk gebruiken? Ik selecteer eerst het gebied wat ik wil tonen aan de gebruiker. Nou, in dit geval is dat bijvoorbeeld dit stukje. Vervolgens klik op de camera en kijk dan wat hiermee gebeurt. Je ziet dat hij het nou heeft geselecteerd. Nou, dan ga ik naar die andere sheet toe, naar deze sheet is beveiligd. Dan ziet u dat mijn muis is veranderd in een kruisje. Nou, ik klik even wat. Dat maakt niet zoveel uit hoe groot ik dat maak eigenlijk dit. Maar als ik hem loslaat, laat hij gelijk zien wat ik op die andere sheet heb geselecteerd. Daar heeft hij als het ware een foto van genomen. Alleen, dit is een plaatje. Dit zijn geen cellen meer. U ziet, ik kan niks selecteren hier zo. Dus de gebruiker kan nu data zien, maar hij kan daar helemaal niks mee, want het is een plaatje. Wil ik het nog netter maken, zou ik natuurlijk deze sheet nog even beveiligen. Hup, en nou ziet hij eigenlijk alleen maar een plaatje. Sterker nog, ik kan dit tabblad nog verbergen ook. En het plaatje blijft gewoon bestaan. Op deze manier kan een gebruiker toch data inzien en er echt totaal helemaal niets mee doen. Een leuke techniek van beveiliging.